Yes, goedemiddag allemaal. Goedemorgen, wanneer je ook kijkt. Misschien is het wel al avond. Het is alweer 22 september vandaag. En dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe les. Les 25 van Ballonschool TV. Mijn naam is Sandra Chaudron, oftewel ook bekend als Bloony. En ik vind het superleuk dat jullie kijken. Dit is een tweede opname van les 25, want ik had ergens iets niet helemaal goed gedaan, blijkbaar. En ja, wat maakt het uit? Ik begin gewoon opnieuw en dat kun je met het ballonvouwen natuurlijk ook altijd doen. Dus als iets niet meteen helemaal lukt, dan kun je het altijd opnieuw proberen. En dat doe ik nu gewoon ook. En zoals je het ziet, zit er een poedel op mijn hoofd. En daar staat trouwens nog de cactus, die is inmiddels al 4 weken oud. Ik zal hem eens even dichterbij laten zien hoe dat eruit ziet na een aantal weken. Wij geven op de ballonfiguren altijd garanties tussen de 2 minuten en 2 maanden. Dus ja, je ziet het maar zo. Je kunt er nog heel lang plezier van hebben, maar ze worden wel heel zacht. En ja, vallen dus soms ook gewoon in 1 keer om. Maar ik ga gewoon opnieuw beginnen, want ik wil jullie de poedel gaan leren. Dat vind ik namelijk een ontzettend leuk ballonfiguurtje. Ik heb er vorige week een stuk of 50 gemaakt voor kinderen op een kleuterschool. En het leuke is dat eigenlijk als je ze in allemaal verschillende kleuren maakt, dat je die heel leuk kunt uitdelen. Dus bijvoorbeeld voor een tractatie op school is dit een zeer geschikt figuurtje. Ik heb er hier een aantal in verschillende kleuren al gemaakt. En deze is wel een beetje zielig. Zijn neus is net leeggelopen. Kijk, dat is een beetje jammer. Maar hij heeft wel een heel leuk staartje. Die gaan we straks ook maken. Laat ik jullie zien hoe dat moet. En deze en die roze en die oranje, die zie je een heel mooi voorbeeld van als die goed lukt, hoe ze er dan uitkomen te zien. Met een leuk gezichtje natuurlijk. En wat je hier ook ziet is dat die verschillende staartjes heeft. Hier zit iets meer lucht in. En ze hebben hele leuke voetjes. En die voetjes die zitten aan elkaar vast. En waarom doen we dat? Dat doen wij dus vaak omdat je ze dus bijvoorbeeld op ergens op vast kunt maken. Hier heb ik het met een ballonnetje vastgemaakt op een diadeem. Maar dat kan dus ook op bijvoorbeeld een snoepbeker. Dus zo'n beker met een bolle deksel, bijvoorbeeld waar je snoeptomaatjes in kunt kopen. Ook wel een smoothiebeker genoemd. Kun je ideaal gebruiken voor tractaties op school. En dan is zo'n klein ballonnenbeestje superleuk om daarop te doen. En dan heb je een mega originele tractatie. Dus ja, we gaan beginnen. Wat je nodig hebt is 1 modelleerballon. Ik heb er hier dan even een heleboel. In de medium maat. Dus oftewel staat ook bekend als een 260. Dus dat is een middenmaat. De meest gebruikte en meest verkochte modelleerballon die er is. En wat belangrijk is bij deze ballonfiguur is dat je hem goed opblaast op de goede lengte. En niet te ver en niet te weinig. Want om precies zo uit te komen en dat je dan ook nog een leuk wiebelstaartje kunt maken en alle bubbels kunt draaien, heb je gewoon een bepaalde hoeveelheid lucht nodig. En wat ik, waar ik gebruik van maak is een liniaal. En we hebben dus hier het mooie bloknoot van de ballonschool. Die zit ook in de cursistenbox en in de ballonbox. Als je wilt gaan ballonvouwen, kun je bij ons bestellen. Daar heeft Marjolein dus heel briljant een lineaal afbeelding op de zijkant laten drukken. Hoe zeg je dat? Dat heeft ze erop gemaakt. Maar daarmee kan ik dus heel goed laten zien hoe ver je deze ballon wel of niet moet opblazen. Hallo, waar is nou weer mijn pomp gebleven? Oh ja, die heb ik hier. Dus we gaan hem opblazen. Ik zal het laten zien. Met een staart van ongeveer 15 centimeter. En dan is dit dus eigenlijk waarschijnlijk al iets te veel. Kijk, het is ongeveer de lengte van mijn hand. Ik ga hem nog ietsje uit laten lopen. Want ik wil graag dat hij een wiebelstaartje kan krijgen. Maar dat ik ook alle pootjes en oortjes natuurlijk kan maken. Kijk, wat ik doe hè, om de knoop te maken. Ik herhaal dat iedere les altijd weer even is. Soms heb je een heel kort stukje. Je kan dus de lucht een beetje naar beneden duwen, dat je een langer stukje krijgt.
En als je dat dan om twee vingers vouwt en je doet het knoopje dan zo daartussendoor, zo tussen je vingers door, dan kun je je vingers eruit halen en dan zit die ballon dus dicht. Twee vingers. Soms zie ik mensen het om één vinger wikkelen en dan heb je helemaal geen ruimte om dat knoopje er te maken. Dus doe het om twee vingers heen, want dan heb je een beetje ruimte tussen je vingers om die ballon dicht te kunnen knopen. Nou, is het gelukt? Heb je een goede staart? Je kan hem dus opmeten hier even. Kijk, ik heb het redelijk goed gedaan. Je kan zien dat hij zo ongeveer 15 centimeter lang is, deze staart. En dat heb je nodig om alle bubbels te kunnen maken. Nou zeg ik bij iedere les weer opnieuw. De eerste bubbel moet je blijven vasthouden. Dat is gewoon de truc waar heel veel mensen kinderen, grote mensen ook, die dit gaan uitproberen, die lopen vast op dat dit altijd weer losgaat. Dus, waarom gaat het los? Omdat het niet vastzit en daarom gaan wij het vastzetten. En hoe doe je dat? Kijk, eerst maak je een bubbel van ongeveer 3 vingers. Dat wordt het neusje. 3-4 vingers ongeveer. En dan blijf je dit dus vasthouden, want als ik hem loslaat, dan zal die altijd weer losgaan. Dus je blijft die eerste vasthouden en je hoeft dus alleen die eerste vast te houden. Niet al die andere bubbels. Die neiging heb je gauw wel, maar hoeft niet. Dus dan maken we er nog één. We gaan 4 bubbels maken. Hier. Het gezichtje, het neusje. En dit wordt een oortje, een hoofdje. Kijk, hierboven zie je dit. Deze 3 gaan we maken. Een 2-vingerbubbel, een 3-vingerbubbel en weer een 2-vingerbubbel. En deze 2, hier dus, die gaan samen en die draaien we vast. Zo, kijk, helemaal goed. Gelukt? Dat ging misschien een beetje snel, ik zal hem eens even terugdraaien. Kijk, je hebt dus een neusbubbel en dit zijn 2 oortjes en een hoofdje. Kijk, dat doe je bij elkaar en dan draai je het samen vast. Zo, en nu zit hij vast en dan kan je hem dus loslaten. Maar nu gaan we verder met de nek en de pootjes en daarna het lijfje. En dan moet je hetzelfde weer aanhouden. Eerste bubbel, die hou je vast. Kijk, dit is het nekje. Die maak ik iets korter dan het neusje. Dus dit is 4 vingers, dit is 3. Oké, dan de pootjes. Dat is even een oefening. Weet zeker dat je het kan. We gaan namelijk eigenlijk 5 bubbels maken. Kijk, je ziet hier ook het nekje. En dan zie je een pootje, een voetje en een pootje. Dus dit zijn er 4 plus 1 is 5. Alleen de eerste, die blijven we vasthouden. Dus ik doe een pootje, een voetje en dan meteen weer een voetje. Want bij dit ballondiertje zitten ze aan elkaar vast. Weer een voetje en een pootje. Oh, lukt dit nog? Ja, het lukt me nog. Kijk, dan heb je dit. Dus het is een nekje, 2 pootjes, 2 voetjes. En deze 2, die gaan samen en die draaien we vast. Oh, nog even het laatste nieuws trouwens. Het is nu september 2021 en wij zijn gestart met live workshops. Oftewel, je kunt hier in onze studio langskomen om les te krijgen van Bloeny. En dat kan zijn voor je werk, voor een team uitje, een teambuilding moment, waar jullie een keer iets heel anders gaan doen. Maar het kan ook zijn dat het voor jouw kinderfeestje is, bijvoorbeeld. Het is hier niet heel groot, dus we doen niet aan hele grote groepen, maar we kunnen natuurlijk ook naar jou toe komen. En dan kan het wel. Ja, er is heel veel mogelijk. Wij zijn heel flexibel. Oké, is het gelukt? Je hebt de voorpoten en de voetjes. Je kunt trouwens hieronder een link vinden naar onze website. Er staat alle informatie. Kijk, die voetjes zitten nu mooi aan elkaar vast. Dan ga ik een rugje maken. Kijk, ik heb best nog wel een lang stuk over. Zien jullie dat? Ik hoop dat jij dat ook nog hebt. Want we gaan dus ditzelfde natuurlijk nog een keer doen. Alleen, we gaan 1 pootje maken. Pootje. Kijk, die is dus ongeveer net zo lang, deze.
is ongeveer net zo lang als deze. Zie je dat? Ja, heel goed. Dan een voetje. En als je goed kijkt, dan zie je dat ik alleen de eerste bubbel hou ik vast. Als ik dat niet doe, dan gaat hij weer los. Ja, dat willen we niet. Zo, ruggetje, pootje, voetje. En wat je nu moet doen, is dit stuk, die gaat hier doorheen. Wat? Ja, dit stuk, dit laatste stuk wat je over hebt, die gaat door de voorpoten heen. Die kan je er zo tussen doen. Dan moet je alleen even opletten. Kijk, hier zit het staartje. Zo zit die nu. Dat je deze twee, we gaan dit er doorheen halen. Dit gaat hier doorheen, daarheen. Dat je deze twee vast blijft houden. Even tegenhoudt, gewoon zo. Anders gaan ze namelijk losdraaien. Dus, ik heb nu dit hier. Dit haal ik naar voren. Zo. Kijk, dan krijg je die voetjes zitten al bij elkaar. En dan zit dus dat overige deel aan de voorkant. En die haal je naar beneden. En dan zitten die voetjes al aan elkaar vast. Kijk, dan heb ik hem zo. En dan haal je hem naar de zijkant. Kijk. Op deze manier. En dan maken we het achterpootje en het staartje. Want we hebben nu drie voetjes hier. Kijk, ik zal even goed laten zien. Dit is de voorkant. Dit is de zijkant die al af is. Met één achterpootje. Ja. En dit is de zijkant die nog niet af is. En hier zitten drie voetjes. Dus we gaan nog een voetje draaien. Kijk, dan heb je al heel mooi, zie je al heel mooi die vier voetjes. Woep. Wel vast blijven houden, hè, Bloony. Ja, wel vast blijven houden. Oké, dan heb ik dus dit. Ik draai het ook iedere keer ondersteboven en achterstevoren. Laat het weten in de comments als ik iets misschien niet duidelijk uitleg of als ik te snel ga, dan kan ik dus daar de volgende keer rekening mee houden. Dus dat hoor ik heel graag. Oké, dan hebben we nu dus dat voetje heb ik gedraaid. En dan wil ik een bubbel maken nog die ongeveer net zo lang is als dat pootje, dat achterpootje. Dus je kan hem er ook zo naast houden. En dan maakt het niet zo heel veel uit. Ja, het kan best wel iets langer zijn of iets korter. Niet te veel. Deze zijn wel aardig gelijk, hè? En dan moet je het staartje dus nog... Kijk, hij zit nu los. Dus je wil het staartje nog hier aan vastmaken. Dit staartje moet nog hier aan vast. Dus je kan hem hier tussendoor de buik kun je hem doen. Zo. Hier is de buik. Daar kan die tussendoor. Zo. En dan heb je het staartje aan die kant. En dan zet je hem aan de achterkant. Kijk nou eens even. Deze wordt gewoon perfect. Niet te geloven. Ik hoop dat die bij jou ook goed is gelukt. We gaan nog even het wiebelstaartje maken natuurlijk. Maar het is zo. Iedere keer dat ik een poedel maak, heeft die toch weer andere verhoudingen. En dat heeft te maken met hoeveel lucht je erin hebt gedaan. Hoe groot je ieder bubbeltje of hoe klein je ieder bubbeltje hebt gemaakt. Dus het is heel belangrijk om dat in gedachten te houden. Want misschien ziet jouw poedel er wel heel anders uit. Ik heb hier nog een voorbeeld van één. Deze. Die had dus veel te veel lucht. En die heeft de grotere voorpoten en die heeft een hele lange staart. Ja, geeft niks. Mag toch ook. Deze heeft een wat langer staartje hier nog, maar die heeft wel een mooie wiebelstaart gekregen. Dus dat gaan we met deze ook nog even proberen. En om een wiebelstaartje te kunnen maken, heb je dus een stukje onopgeblazen ballon nodig. Als dat er niet zit, dan gaat er niet gewiebeld worden. Dat is dus het geval bij deze. Er zit veel lucht in. Er is geen onopgeblazen stukje meer. Dus wat je gaat doen is een gedeelte, een bubbeltje lucht, die ga je naar het puntje van de ballon brengen. En wat je doet is een klein bolletje draaien. Zo. Dan kan de lucht alleen nog maar die kant op. Die kan niet meer die kant op, want dat zit dicht. En dan ga je dus de lucht zo naar boven duwen. En als je in de bovenkant bent, aan het einde van de ballon, dan duw je nog even extra. Dan rekt dit mooi uit en dan blijft de lucht dus daar zitten. Is dat niet superleuk? Wat ik altijd doe,
vind ik gewoon een leuk grapje, is dat ik zeg, kun jij heel hard blazen? En dan zeggen de kinderen, ja, ik kan heel hard blazen. Ik zeg, nou, blaas maar eens. En heb je een mooi staartje. Dus daar kun je nog leuk mee spelen ook. Het is knijpen hieronder. Als dit eenmaal uitgerekt is, dan kun je daar leuk mee spelen. Als je dit vaak aan kinderen geeft, is het eerste wat ze doen is, oh, wat leuk. En dan pakken ze dit beet. En dan is die weg. En dan kan je dus dat ook weer terugduwen. Het is wel belangrijk dat er hier een bubbeltje lucht blijft zitten. Dit stukje zorgt ervoor dat dit niet losdraait. Nou zitten bij dit figuurtje de pootjes aan elkaar vast. Dus gaat dat eigenlijk helemaal niet op. Maar bij een gewone ballonnenhond wel. Wil je nog meer leren over het ballonvouwen? Wil je misschien wel de basisles nog eens een keer doen? Kijk dan bij onze YouTube-account en klik even op video's. Want dan krijg je alle video's te zien. En daar is ook een les waar ik dus de basis uitleg. En daar kun je heel veel dingen zien die in het begin misgaan als je het net gaat uitproberen. En dan is het natuurlijk een heel stuk minder leuk als jij klem komt te zitten met je vingers tussen die ballon en je komt niet meer los. Dus kijk die video even terug en stuur alsjeblieft je verzoekjes door. Als je vragen hebt, toffe ideeën, verzoekjes voor een volgende video. Misschien wil je wel heel graag een wilde karekiet van ballonnen zien. Of een ijsvogel. Wil ik ook nog eens gaan maken. Of verzin is iets leuks. Stuur het even door. En als je dus een prijs wil winnen, dat kan dus ook. Dan, wij zien namelijk zo graag de ballonnen van jullie ook. Marjolein en ik zien heel graag jullie ballonnen verschijnen op het internet. Dus als jij ergens op social media een ballon plaatst en je hebt iets van ons geleerd of je hebt inspiratie opgedaan bij de ballonschool, gebruik dan de hashtag ballonschool. Dan krijgen Marjolein en ik het vanzelf een keer te zien en dan maak jij gewoon kans op een ballonpakketje naar keuze. En welke zijn er allemaal? Dat kun je zien op ballonschool.nl. Ik hoor in ieder geval heel graag van je en ik kijk uit om een van jullie te verwelkomen op onze workshops hier in de studio. En natuurlijk hoor ik heel graag of het gelukt is met de ballonnen, met de poedels. Ik ga nog even oogjes maken, doen we dus altijd met een watervaste stift. Ik maak aan de zijkant hier een oogje en aan de andere kant. Zo heeft hij twee oogjes en een lieve smile en dan is hij helemaal blij. Top! Nou, ik kijk uit naar jullie berichtjes. Ik wens jullie een hele fijne week. Als het allemaal goed gaat, ben ik er volgende week woensdag gewoon weer. En ik hoor graag van jullie. Doei! Tot ziens in les 26. Doei!